Okay, hey, hallo allemaal, welkom tot Hyperdimension Nocturia Rebirth 2, Sisters Generation. Vorige keer waren wij in Leanbox en zo. Of gingen we te sneeuw waren in Louis. We waren al klaar op Leanbox, maar er is wel iets in Leanbox. Stella heeft die gehaald trouwens. Waarom? Ik heb geen idee. Ze heeft nu weer een beter wapen. Maar je kan ook zien wat er precies fout gaat. Oké. Nou, ze hebben nu weer een beter wapen, dus we zullen het hopelijk goed gaan. Op het einde van de sessie is ze terug en dan gaan we... Of net voor het einde van de sessie is terug en dan kunnen we precies zien hoe de rest gehaald heeft. We gaan naar het event kijken van Cave. Het is best wel nodig om dit soort dingen terug te leren. Wauw. Ja, waarschijnlijk was zij de enigste van al die fours. Nee, heel... Wauw. En eigenlijk was het alleen de department manager en zij. Rip dat soort mensen altijd. Rip. Edgy Booster Z, nice. Maar geen Lily Rank omhoog. Kijk, dan hebben we hier een plantje niet, dan hebben we hier alleen deze dan, oké. Hier nog iets. Geen eentje maar, jezus. En daar moet ik het er ook mee eens zijn. We gaan opslaan. We gaan gelijk het volgende gedeelte van de verhaallijn in. Oh, nee. Valt ie. Yeah, good girl. Destroy.
Oh ja, dat was aan de hand. Everything. This is awesome. Front row seat to watch a CPU blow up our own nation. Ik was bijna vergeten dat we hier waren op het moment dat het er een wild CPU dus dat de CPU hook wild ging. There you are. Ugh, it's the peanut gallery. Just when I was enjoying myself. Read the atmosphere, you idiots! How could you say that you enjoy seeing this destruction? Give me back ROM, or else! Or else what? You'll fight me? Okay, do your worst, short stack. Just know that this kid is gonna act as my shield as soon as you try anything. You're cheating! Fight us like the underling you are! Underling! Don't try to piss her off! You ready, Gear? Yes! Take this! Oh shit, that's bright! Not. It was just a sparkle. Is that really all you got? Yeah. Please come back, Rom! That was a bluff? You think you can reverse the brainwashing with a little pleading? Ow! Oh! Huh? Why are you screaming? Oh, come on! Don't tell me this is the trying to come back cliche. It's working, but it needs one more push, New. Ram, talk to your sister. It's me, Rom! Your super awesome twin sister, Ram! Say my name! Ram? Crap! If she snaps out of it, the boss is gonna have my head! Hey, we're leaving, brat! Hurry it up! Okay. No! Wait! Rom! It's on the verge of wearing off. We can't back down now. Hell yeah. Oeh, een nieuwe dungeon en dus ik ga je sowieso maar opslaan. Als je ook ziet hier momenteel. Het is wel een dag later. Deze wordt letterlijk een dag later Oh, de game crasht, wacht even. En we zijn deze kwal ingekomen. Letterlijk, de game crasht. Maar ik krijg echt 5 seconden bezig of zo om de game... Nou ja, 5 seconden misschien een beetje te, maar... Ik ben nog geen hele minuut bezig om de game opnieuw op te starten. We're gonna beat you up, so ik wil even weten hoe erg dat moet zijn. Oh ja. De vader is een simpel. Ah, shit. Oké, het damage is niet al te erg. En ik ga het zelfs wat sterker vertellen. Op zich krijg ik nog best wel damage. Dus ik denk wel dat dit makkelijk mogelijk is. En wacht, er zit nog een gebied hierna. Oké, nee, dat punt dat haal ik weer terug. Als er een gebied na komt, dan is meestal het gebied hierna een heel stuk moeilijker. Yay! We get to go first. Leave it to me. Out of my way. Who should I play with? Eat this. I'll do my best. Yeah, I did it. Yeah. Where's the patient? Alsjeblieft. Maar zo. Dit gaat definitief makkelijk. Ik denk dat ik dit een beetje kan zien als dezelfde moeilijkheidsgraad als de tweede kamer van mijn vorige dungeon.
Ik had een belangrijke beslissing gemaakt. De week dat deze geüpload wordt, zal het al boven zijn gekomen. Dat is er geen version of all is geweest. Want die ga ik niet meer recorden. Daar ga ik mee kappen. En niet bijzonder zo ermee. Het is gewoon, ik heb er geen zin meer in. Ik merk echt wel hoe ik reageer tijdens Vision Novels. Ik kijk op het tweede scherm wel vaak naar hoe lang ik bezig ben. En de tijd gaat best wel sloom op het moment dat ik er aan het kijken ben. Dus ik heb al gemerkt, ik vind Vision Novels recorden niet net zo leuk als het gewoon spelen ervan. Toch met dit. Ik vind eigenlijk dit veel leuker dan gewoon spelen. Ah, shit. I'll do my best. It's my turn. This. Out of my way. It's my turn. Dus ik vind dit zelf spelen ook leuk, maar het recorden dat vind ik gewoon ook gewoon extreem leuk. Als ik het recorden gewoon normaal leuk vind, dan is het smaak goed genoeg. Als ik het spel zelf ook leuk vind om te spelen, dan sta ik alleen maar beter, maar... Als ik het spel voor recording leuk vind om te spelen, maar niet zelf, dan... vind ik het best. Dan zal ik hem ook gewoon recorden, want... dan is de recording hetgeen wat het leuker maakt. Dus dan is de recording wat het voor mij leuker maakt, laat ik het zo zeggen. Dat vind ik ook nog wel belangrijk. Als ik het recorder ervan leuk vind, dan vind ik het best. Of het streamen ervan. Dan doe ik het gewoon omdat ik het streamen ervan van leuker vind. Ja, dat betekent, komt er niet vaak voor dat ik een spel... hoe heet het nou? Zo leuk vind dat ik het niet zo leuk vind dat ik het echt alleen zelf speel. Vaak record ik de spellen ook die ik leuk vind gewoon normaal te spelen. Zo bij Vision Novels loopt even iets anders. Vision Novels die zijn echt gewoon meh bij recordings voor mij. Daar vind ik zelf ineens een heel stuk minder aan tijdens recordings. Maar dat is ook gewoon, ik weet hoe het zit ermee, dat is voornamelijk het feit dat ik moet voorlezen. Tenminste, dat ik gewoon voorlezen. Dat vind ik... ik denk dat dat mijn grootste probleem is. Dat het feit dat ik voorlezen gewoon niet zo extreem leuk vind. En denk ik wel dat ik daarom Vision Novels recorder gewoon meh vind. Oh. Kijk eens aan, het gaat helemaal de juiste kant op nu. Plus Red heeft geleveld, dus zij is nu ook weer goed qua health. Via links, want hier komen we langs dit gedeelte nog. En leuk, want het gebied is de school leeg. Oké, die hebben best wel damage. Alsjeblieft, dat is... dat ging eigenlijk nog redelijk goed. Een nieuw wapen.
Oh, ik moet een keertje in de shops kijken voor... voor wapens en zo. Wat ga ik dan gelijk doen nadat ik klaar ben in deze dungeon? Wauw. Dat was raar ineens. Dat was even geweldig. Dat is hoe je makkelijk eventjes de items kan verliezen. Jesus. Fuck die horsebird though. Nog één gevecht en de meeste karakters gaan omhoog. Alsjeblieft. Zij heeft nog één gevecht nodig om te levelen. Perfect. Okay. Dan ga ik het nu gelijk even zo doen. Aangezien ik niet teruggekomen in deze dungeon, aangezien deze dungeon best wel scheid is. Hier ga ik opslaan en ga ik gelijk naar het event toe. What's going on?
on! She looks like she's in pain! No! It's that light! Listen, those broads are your enemies, okay? Enemies! We kill our enemies! Got it? Oh. Stop doing weird things to my sister! Ah! The hell? Don't get between us, brat! Hey, don't do anything rash! Ram! Rum! Well, it ran out of energy. The hell happened? Don't tell me I used it for nothing! Oh, shite. Huh? Wait a sec. Maybe... Hey, brats! Call me Boss Lady. Boss Lady... Give us a command, Boss Lady! Uh-oh! Did it affect them both? That really sucks, Mew. This is comedy gold! The idiot practically brainwashed herself! I couldn't have asked for a better result. Go and kill those broads! Yes, Boss Lady. Ah, rip. What do we do now? Forcing them into submission is our only choice now. Scrubbing their brains clean comes later. Right. It might hurt a little, but we promise this will help you in the end, Ram and Ram. You have to be nice to girls! En we beginnen er gewoon af aan. Here it is. Yeah. Er is eerst wat ik gelijk ga gebruiken. Hell yeah. La Delphinus, kun je ze allebei raken? Ja, dat kan. En jij mag eigenlijk gelijk op transmeren. Dat moet je eigenlijk doen voordat het gevecht begint. Daarmee raak je ze ook allebei. Ik doe het expres op deze manier omdat het beter is. Okay. Ja, raakt je ook allebei. Mooi zo. Red, jij doet je red aanval op Rom inderdaad. Ik ga ook expres 1 punt over erin, aangezien als je dat doet, dan kan je natuurlijk ook ervoor zorgen dat je andere characters damage kunnen doen op een standaard termijn. Dus dan heb je natuurlijk die speciale aanval nog erachter aan van iedere character. Als ze een normale aanvals lijn doen. Dat helpt best wel. Oh wauw, ze stonden allebei in de radius. Yes!
Oh, nou maar die. En hier een level. Druk de bron ook op G en daarmee ga je dus een dingen door. Normal. Okay, this sucks all of a sudden. Stay and get clawed to shreds, run and get chewed to pieces. Who are you talking to? Get ready to feel our wrath! You've made enough of a scene! Huh. Whoa! Here he comes! You broads are gonna answer to Sir CFW Trick now! Rip. Great, another weirdo. Or, wait, isn't that... Een van de vier leiders op haar voor na dan. Van ASIC. Yes, he was among the enemies we originally faced in the game industry graveyard. So hey boss, what happened here was like, you know, not my fault, so... I'll lap up your excuses later! More pressing matters for me to deal with first. Yeah, totally. You're gonna clobber these dumb broads, right? Haggard fiends! How dare you raise your wrinkly hands against these poor defenseless cutie pies! Cutie pies? It's your fault for using that brain cleaner thing. Ram! It hurts! Oh, my poor little puppies. Let me lick your wounds. Huh? Ew! Gross me out! Rip. Don't! The hell are you doing, you psycho? Yeah, boss! That's really freaking weird! But this is how you clean and heal wounds, is it not? Oh, stop it! Oh, I'm gonna Ralph! Ew, it feels so gross! Get that ridiculously large tongue away from them, you! Oh, another compact little cutie. Alas, I'm not enough of a man to care for the three of you at once. I don't get what you're doing, but can you hurry up and beat the snot out of our enemies? Yes, yes, I know I should, but as a refined gentleman, I cannot watch these cuties writhe in pain. I'm totally cool. I mean, pain is the least of my worries right now. Slobber everywhere. My clothes are ruined. I think I'm mad. Boss, look! You actually did recover their health. Ik hoop niet dat ze zo mad wordt als Blank kan zijn. Yes, well, it's unfair to fight at a clear advantage. But even at full strength, they are no match for me! If you didn't introduce yourself as such a weirdo, that line would have made you seem chivalrous. Yeah, acting like a massive perv cancels out any coolness new. Please stay on your guard. He is certainly unique and rather deluded, but he looks quite strong. Playtime is over! Now I shall show my prowess to both my cutie pies and you old hags! I can be tough too! So, who wants to get beaten first? Alright, let's do this shit. Large Delphinus!
Want hij doet geen EXC aanval. Oh nee. I can't wait. Hey, do you want your shots? I found a good test subject. Owie! Target locked. MPB out. That one stung. I can't wait. Moet jij even een item gaan gebruiken? Twee keer Ladelphinus. Nice. Red turn. Dat is gewoon een punt dat we al gehaald hebben. Dat, je, dat die aanval twee keer achter elkaar kan gebruikt worden. Mocht ze alle SP ervoor hebben. Oh nee. Oké, okay, zij kan geen aanval meer doen. Hoe eerder dat hij neer is, hoe beter dat het is voor mij. It's my turn. Nou, is hij sowieso neer. Nice, dat is de eerste ervan te slagen. Oh, en we hebben de White Wand en de White Rod gekregen. Die zijn voor Romaran. Such cuties. But this was fun. Till next time. Hey, wait for me, boss. No running. Ugh. They're gone. That was a difficult opponent. Yeah, he was difficult to deal with in more ways than one. I just want to know if you two are okay, Ramen Ram. Uh-huh. I can walk. Goody! The sheriff's I worked! Sorry.
I caused a lot of trouble. You didn't do it. It's all that pervert's fault. Yeah, don't worry about a thing. With that over, let's get back to the Basilicom. I bet the Oracle is beside herself with worry. Okay. Deze bij dit gesprek gaan kijken. Oké, de steden hebben allemaal iets. Maar als ik net die twee wapens heb gekregen, betekent dat dus dat Roma Ram sowieso zo meteen een groep kan joinen. Vestige of Darkness. Wauw, hij heeft 72 nu nog over voor deze, holy shit. Ik ga misschien eens een keertje, ik ga wel even in de plans kijken nu, ik ga niks ervan doen. Maar heb ik wel eventjes nu een fucking groot aantal aan dingen. Nee, ik zou, weet je wat? Waarom niet? Ik heb nu gedaan wat ik kon doen. We gaan opslaan en we gaan gelijk door. You're safe. Oh, thank heavens. Sorry. All's well that ends well. We're all done here. Words cannot express my gratitude. There's no need. But about the deal we made. Will you let Ram and Ram come with us? About that, I'm hesitant. They are still quite young. And they've proven to be nothing but a handful for you girls. Not our fault! The bad guys were taking all our shares! Besides, it's me and Ram's choice. Uh-huh. Your choice, huh? We want to make sure to beat up that gross herd with our own two hands. He brainwashed Rom and licked us like a doggy. We aren't gonna forgive that, ever. Licked you? Please don't ask. Miss Nepgear helped us again. I want to help her this time. Aw, Rom. Maybe I could help her a little. But just a teeny tiny bit, though. I see. Then you both have made up your minds about this. Yeah. Uh-huh. Then I can do nothing to stop you. Please, take care of them as if they were your own, Nepgear. Okay, I will. They'll be a huge help, I know it. We can do more than help. Duh! Leave the magic stuff to us. Right, Rob? I'll do my best. Rom has been at it, and Rom has been at it. Rom let Rom. Okay. Hun hebben dus een coupling skin of een linked skill. Het maakt heel erg uit wie je naast elkaar wie je achter elkaar zet. Is
Jaguar's calling. Hello, Nepgear speaking. Op Mella Station, want ik weet wat we nu mogen gaan doen. Wij mogen nu achter Juni aan. En die is niet helemaal zeker over bepaalde dingen. Oh, listen to this, Eastwar. Ram and Ram have decided to come with us and help out. How fortuitous. I can scarcely imagine what it took for those kids to accept your proposal. Wait, but my caller ID said... Is this... Kay? Correct. It brings a professional smile to my face to know that you remember my voice. But wait, why are you calling from Eastwar's phone? I'm really confused right now. I had a few meetings to attend, so I've been staying in the Basilicom here in Planetu. Enough about me. There is an urgent matter regarding Juni that I must relay to you. Did something happen to her? In a sense. She's gone missing. I asked her to oversee the nation during my absence, but it appears she got involved in some incident. That sounds serious. Do you know if Juni's okay? Unfortunately, no. I can assume with confidence that she is unharmed, though. I cannot abandon my duties here, so I wanted to call and ask for your help in locating Juni. Okay, we'll head straight to last station. That's the situation, everyone. We've got to find Juni. I guess that's fine, but I'm pretty sure I warned you to stop agreeing to things before asking everyone. Huh? Oh, goodness, you did, huh? I got caught up in the flow of things again. Gigi is starting to act more and more like Nep-Nep, huh? Maar is nog op Juni nodig, dus... Let's go and find Juni. No time to waste. De hulp van een goede sniper kan best wel nodig zijn, of best wel handig. Wij gaan hier opslaan. We gaan hier eventjes als eerste deze paar doen. Daarna ga ik even kijken wat die van Rome inhoudt. Ja. Dat gaat over... Ja, ik weet dat het over gaat. Good grief. Wow. De link between Nepgear and Rom has increased. Dus Nepgear and Ram has increased. Kijk eens aan.
Goed, nog een kwartier. Je last station en je hebt je Limbox. Nou, Limbox is een iets leuks. Oh, Limbox heeft twee dingen. Ik vind die ogen van 5B echt geweldig. Van die soundwaves ofzo die je erin kan zien. De andere is allemaal gewoon normaal en dan krijg je die van haar die echt gewoon op die manier eruit zien. Rip. En zo kunnen dat soort dingen nog wel jaren doorgaan. Ik krijg gelijk echt alle informatie. Nou, ze sneller. Oeh, twee dingen voor 5pb. Wel, alles is clear, dus wij gaan het menu in. Wij gaan opslaan. En wij gaan... bij de station naar binnen. Ah, meneer de guard.
Ze moet zo snel mogelijk gevonden worden. Gelijk naartoe gaan. Come on, let's hurry. Gelijk opslaan. Where are we going? Oké, okay, metkomen. We hebben ook iets in de station. Daar ga ik als eerste naartoe. Oh, welkom. Zijn we ook eindelijk bij de groep? Yes! Welkom, kom maar de groep. Fuck, maar is mijn edit. Zelfs een strength boost zit er gelijk achteraan. En twee informatie weer. Goed, wij gaan even kijken tussen de equipment en dat doen we hier. Oké, maar het moet qua wapen. Mijn sleutel hoeft niet te veranderen. Scissors kun je niet veranderen. En PLA ook niet. Oké, nu heeft al een beter wapen. Hebben die Volvic al in juni? Die zou wel beter zijn voor haar. Swordbreaker kan ook wel handiger zijn. Jij wil een nieuwe toyset geven, oeh. Jij mag die inderdaad wel hebben.
En jij dan? En dan ga ik voor de Devolver wel kijken als ik Juni helemaal in de groep heb. Nice, oké. Opslaan en de dungeon in. Het enige wat ik ga doen hier is eventjes gewoon een klein beetje grinden. Want ik heb echt niet genoeg tijd om het einde van deze dungeon te halen en zo. En ik ben ook niet van plan om het einde van de dungeon te halen. Want ik moet ook nog bijvoorbeeld dat ene karakter moet nog terug gaan met die Stella. Die moet ik nog wegsturen. Oké, laten we lichtelijke grind hier maar beginnen. Success. It's my turn. Nou, ze heeft dat. Alhoewel. Oh, dit is natuurlijk een veel simpeler gebied. Hier kunnen we niet grinden. Nee, rip. Ik ga het gebied wel even uit. Ik pak wel even dat, een ander gebied. Laatste beetje een grind doe ik gelijk hier. Oh nee. Dit verandert de zaak ineens. Ik hoop dat ik level 58 zou nog wel kunnen. Ze zijn in één keer tot fucking helft level 57 gegaan. Nou, gelijk even wat meer van de afmaken. Stella heeft er weer niet gehaald. Maar het feit dat Stella nu hier is, betekent alleen maar dat zij is terug. Wij kunnen haar wegsturen en dan zitten ze op het einde van de aflevering. Ik wil ze allemaal eventjes 58 hebben qua level. Iedereen van dit team. Als je een level 58 is, dan... En dan pas ga ik weg uit deze dungeon. Eén gevecht. Dat lukt wel. Want hier respawn toch binnen een paar seconden, dus.
zoals ik al zei. Let your guard down, huh? Red's turn. Leave it to me. Prepare yourself, Harry. I'll do my best. Please prepare yourself. Take this. You're hurt. Leave it to me. Oh, shite. If you're hurt, leave it to me. It's time for your medicine. Who wants to get beaten first? Oké. Levels zijn geregeld. De volgende keer moet ik hier wel eventjes verder gaan levelen. Dus wat ik ga doen, ik ga... hier is Louis. Waar is deze keer fout gegaan? Dat wil ik ook verweten. Ah, het is de whale hier die ervoor zorgde. De bachelor van Mr. Bachelor was niet eens zo erg. Het is die fucking... De turtle maakt ook niet zo fout. Het is echt de whale die ervoor zorgde. Ze gaat van 57 minuten doen. Ze komt net niet bij de laatste round. Dan gaan we wel zien hoe ver het komt. In ieder geval, volgende keer verder. En dan gaan we het dan natuurlijk gewoon even verder trainen met nog op een paar levels. In ieder geval, ik ga het heel simpel maken. Maar het is gewoon tot de volgende keer.